Welkom op de HAKO trainingvideo voor de Scrubmaster Beet 70 en Beet 70 CL. Tijdens deze video zullen jullie leren hoe ervoor te zorgen dat de machine gebruiksklaar is, hoe de machine te bedienen, het dagelijks onderhoud, het wekelijks onderhoud en het oplossen van storingen. Scrubmaster B70 en B70 CL. Werkbreedte van 60 tot 85 cm. Zuigbreedte van 95 cm tot 110 cm. Rendement tot 4200 vierkante meter per uur. Inhoud proper waterreservoir 72 liter. Inhoud vuil waterreservoir 74 liter. De machine klaarmaken voor het werk houdt in hoe de batterij ontkoppelen, hoe de proper watertank vullen, hoe het zeepdoseersysteem gebruiken, hoe de borstels en of pads aanbrengen. Zorg ervoor dat de batterijen opgeladen zijn vooraleer de machine te gebruiken. De vuilwatertank sluiten, de stekker van de lader uittrekken en op de aangeduide plaats hangen. Open het proper waterdeksel en vul de tank met proper water. Controleer het waterniveau als je de tank vult. Denk eraan het juiste reinigingsmiddel te gebruiken. Het is belangrijk op te merken dat, vooraleer er een reinigingsmiddel gebruikt wordt, grondig gecontroleerd dient te worden of dit product geschikt is voor de vloer en welke hoeveelheid nodig is. Al deze essentiële informatie kan teruggevonden worden op de etiketten op de verpakkingen. De aangewezen hoeveelheid reinigingsmiddel zorgvuldig doseren en in de proper watertank gieten. Sluit het deksel. Indien de machine uitgerust is met een zeepdoseersysteem, zal het product automatisch gedoseerd worden. Draai de sleutel om, zodat je kan zien of de batterij geladen is. De batterij moet volledig geladen zijn voor gebruik. De Scrubmaster B70 en B70 CL reinigt met borstels of met pads. Om een weloverwogen beslissing te nemen in de keuze van borstels of pads, moet er zowel rekening gehouden worden met het type vloer als met de toepassing. HAKO biedt een uitgebreide variëteit van borstels en pads, geschikt voor alle gebruik. Ons technisch team is altijd bereid om u advies te geven in wat het best is voor uw toepassing. Om een borstel- of padhouder te bevestigen, plaats je de borstel- of padhouder onder de kop en klik je deze met beide handen in de bevestiging. Om de juiste bediening van de Scrubmaster B70 CL te illustreren, toont deze video het belang van het vegen, een overzicht van het bedieningspaneel en hoe te bedienen. Vooraleer de Scrubmaster B70 of B70 CL te gebruiken, moet de vloer geveegd worden om restanten van de oppervlakte te verwijderen. Of de vloer nu manueel geveegd wordt of met een machine, het is een absolute voorwaarde om te schrobben. Scrubmaster B70 CL, overzicht bedieningspaneel. Er is een sleutel om de machine te starten. Een optionele geluidsreductieknop. De controleknop voor waterdosering. De watertoevoer on-off knop. Een besturingsschakelaar om de rijrichting en snelheid te wijzigen. Het bedieningspaneel van de Scrubmaster B70 is verschillend van de CL-versie. Er zijn geen knoppen op het bedieningspaneel. En de watertoevoer wordt geregeld door een schakelaar. Draai de sleutel om de machine te starten. Op het bedieningspaneel zal de batterijstatus verschijnen. Laat de kop zakken door met je voet de pedaal in te drukken en los te laten. Gebruik de hendel om de zuigvoet omlaag te brengen. Je kan de machine gaan gebruiken door de rijhendel naar voren te duwen. Denk eraan, vooraleer achteruit te rijden met de B70 of B70 CL, moeten de borstelkop en zuigvoet omhoog gezet worden. De Scrubmaster B70 CL heeft rijaandrijving op de wielen. Dit betekent dat de bestuurder de machine niet moet duwen.
Tijdens het gebruik kan je de Scrubmaster B70CL bedienen door gebruik te maken van de knoppen die zich onder het scherm van het bedieningspaneel bevinden. De Scrubmaster B70 heeft Powerflow-aandrijving. Dit betekent rijaandrijving via de borstel. Voor het starten met reinigen zou je de route moeten plannen. Smalle keerpunten en het rijden over hetzelfde vloeroppervlak zou je moeten vermijden. Je zou altijd moeten proberen een overlap van 10% op je reinigingsroute te behouden. Dit voorkomt het achterlaten van vlekken. De Scrubmaster B70 en B70CL zijn beiden uitgerust met bumpers op de borstelkop en een zuigvoet, wat betekent dat je op een veilige manier dicht bij muren kan werken. Om het dagelijks onderhoud te illustreren, toont deze video hoe de vuilwatertank ledigen, hoe de filter reinigen, hoe de zuigvoet reinigen en slijtage opmerken, hoe de borstels en pads reinigen en hoe de batterijen opladen. Om de vuilwatertank te ledigen, dien je de vuilwaterslang aan de linkerkant van de machine los te koppelen. Spoel de tank uit. De filter verwijderen en grondig spoelen. De vuilwatertank nogmaals spoelen. Reinig al het zichtbaar vuil van de machine. Om de zuigrubber om te keren of te vervangen, laat je de zuigvoet zakken met de hendel, ontkoppel je de zuigslang en draai je de twee gele handmoeren los die de zuigvoet op zijn plaats houden. Til vervolgens de houder op en verwijder de zuigvoet. Spoel de zuigvoet grondig onder stromend water om vuil in en rondom de rubber te verwijderen. Controleer de staat van de zuigvoet. Als de zuigrubber aan één kant is versleten, draai hem dan om. Wanneer de zuigrubber aan beide zijden niet meer bruikbaar is of sneden en spaanders heeft, zorg er dan voor dat je hem vervangt. Om de zuigrubber om te keren of te vervangen, open je de veiligheidsvergrendeling en de klemmen. Draai vervolgens de zuigrubber om of vervang hem door een nieuwe vast te haken. Maak de klemmen vast en vergrendel ze. Plaats de zuigvoet terug, schroef de handmoeren vast en sluit de aanzuigslang aan. Hef de borstelkop op. Houd de knop voor het verwijderen van de borstel ingedrukt. Reinig de pad en borstels na elk gebruik door ze onder de kraan te houden. Dit voorkomt de ophoping van vuil en helpt de levensduur te verlengen. Wanneer je klaar bent met schoonmaken, altijd de stekker van de lader in het stopcontact steken om de batterij op te laden en het deksel van de vuilwatertank openen. Wanneer het laden begint, gaat er een lampje branden naast het bedieningsdisplay. Om het wekelijks onderhoud te illustreren, toont deze video hoe de vuilwatertank ledigen, hoe de filter reinigen van de vuilwatertank, hoe de proper watertank ledigen, hoe de zuigvoet reinigen en slijtage opmerken, hoe de filter reinigen van de schoonwatertank, hoe borstels en pads reinigen en hoe de machine reinigen. Volg de instructies van het dagelijks onderhoud bij het leegmaken van de vuilwatertank. Volg ook dezelfde eerdere instructies voor het reinigen van de filter van de vuilwatertank. Ontkoppel de slang van de proper watertank aan de rechterkant van de machine en ledig de container op een daarvoor bestemde plaats. Volg bij het schoonmaken dezelfde principes zoals eerder vermeld en controleer de slijtage op de rubbers. Maak de filter van de proper watertank los, haal hem uit de beschermingskap en spoel hem vervolgens af met proper water. Plaats de filter terug op de juiste plaats. Bij het reinigen van een borstel of pad met water volg je de instructies in het gedeelte over dagelijks onderhoud. Was de machine en alle onderdelen regelmatig en grondig. Het schoonhouden en onderhouden van de machine garandeert een lange levensduur en de best mogelijke reinigingsresultaten voor uw machine. Het volgende gedeelte in deze video laat zien hoe je de meest voorkomende problemen kunt oplossen, zoals: de machine start niet. De machine neemt het water niet op. De machine is te snel. De machine reinigt de vloeren niet grondig. Er is te veel schuim. Als het apparaat niet wordt ingeschakeld wanneer de sleutel wordt gedraaid,
controleer je of de batterij is opgeladen. Als de machine geen water opneemt, kan de zuigslang, de tank of de afvoerslang worden geblokkeerd. Dit kan ook gebeuren wanneer het deksel van de vuilwatertank niet goed is afgesloten of bij een versleten dichting. Ontkoppel de zuigslang van de zuigvoet en controleer wanneer je de zuigopening hebt gesloten of er voldoende zuigkracht wordt geproduceerd. Ontkoppel de zuigslang van de tank en controleer of er voldoende zuigkracht is wanneer je de zuigopening hebt gesloten. Controleer of de afvoerslang naar de vuilwatertank niet is losgekoppeld. Controleer of het deksel van de watertank goed is afgedicht. Zorg ervoor dat de machine op de juiste snelheid is ingesteld. Als de Scrubmaster B70CL te hoog wordt afgesteld, wordt er geen water opgenomen. Regel de rijsnelheid met de rijhendel. Wanneer de machine de vloer niet goed reinigt, controleren of de pads of borstels proper zijn. Indien de pad of borstel vuil is, proper maken met water. Denk eraan dat hakelpads omkeerbaar zijn. Te veel schuim is het gevolg van onjuiste hoeveelheden reinigingsmiddel of het gevolg van het gebruik van een reinigingsmiddel dat niet geschikt is voor deze machines. Dus controleer dit altijd voordat de reiniging begint. Maak de proper watertank leeg. Voeg het reinigingsmiddel opnieuw toe, maar let goed op de juiste dosering. Het opvolgen van deze aanbevelingen garandeert een probleemloos en doeltreffend werk met de Scrubmaster B70 en B70CL machines. Alle informatie die niet is opgenomen in deze video kan teruggevonden worden in de gebruikershandleiding.